Daar zijn we dan met een nieuwe NEC-update voor de wedstrijd van Vitesse en NEC morgen. En traditioneel altijd dan natuurlijk de laatste training wordt bezocht door het publiek. Om nog eventjes duidelijk te maken waar het allemaal om gaat. En ondanks dat het echt enorm regende, was het druk. Het was heel druk. Misschien ook wel een van de drukst bezochte trainingen. Dus de sfeer die was er in ieder geval wel. Kijk maar eventjes naar deze beelden. Er waren vuurwerk, tenminste was wat vuurwerk, wat rookbommen. En er werd natuurlijk ook flink gezongen en het werd gewaardeerd door de spelers van NEC. Ja, en dan gaan we vooruitblikken op die wedstrijd van morgen. En dat doen we natuurlijk even met de trainer, Rogier Meijer. Rogier Meijer, ondanks dat er weer toch een zwervolle training gehad. Ja, was mooi. Ik denk, wat jij zegt, het weer was niet best. Maar de sfeer was goed en het was toch mooi om te zien dat er veel mensen waren, ook met kinderen met dit weer. Dus niets dan respect daarvoor. Ja, als je nog niet scherp was, ben je het nu wel. Ja, nee, maar dit is altijd leuk om mee te maken voor de jongens. En we weten wat ons morgen te doen staat en wat ons ook te wachten staat. En daar gaan we alles aan doen. Je hebt je tot woensdag kunnen concentreren op Almere. De focus daarna gaat op Vitesse. Hoe is dat in de groep gegaan? Steeg de spanning wel tot een hoogtepunt? Nou, ik vind het nog wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat we, ja, wat ik al zeg, we hebben natuurlijk woensdag gespeeld. Dat was achteraf gezien hartstikke lekker. Donderdag rustig aangedaan. Vrijdag echt met Vitesse bezig gehouden. En morgen gaat het erom. Morgen moet je de spanning hebben en niet vandaag. De spelers, ja, die weten natuurlijk ook waar het om gaat. Heb jij nog mensen wat duidelijk moeten maken of was de boodschap wat duidelijk? Nee, dat hoeft niet. En we hebben een aantal jongens, of best veel jongens die hier uit de jeugd en ook uit de regio komen. We hebben een aantal jongens die ervaring hebben, dus dat is een goede mix. En we moeten zorgen dat we voetballen, dat is het allerbelangrijkste. Want uiteindelijk gaat het daarom. En alle sentimenten zijn ook leuk, moet ik eerlijk zeggen. Zeker als het op deze manier gaat. Maar uiteindelijk gaat het om voetbal. Dan even naar de supporters, die zijn er nu wel. Morgen in het stadion niet. Hoe kijk jij dan daar? Dat is natuurlijk altijd zonde. Ik bedoel, dit soort wedstrijden zijn het mooiste ook als er uit publiek is. Alleen uiteindelijk zijn we solidair met elkaar en komt er niemand. En dat vind ik ook mooi. Dat geeft ook aan dat we met elkaar iets doen. Wij weten dat we gesteund worden. Ik denk morgen vroeg ook nog. En uiteindelijk is het jammer, maar ik begrijp het wel. En dan hebben we natuurlijk ook even met de aanvoerder van NEC gesproken, Lasse Schöne. Ja, dit blijft altijd wel uniek. En ik dacht vanwege het weer dat het toch wel wat rustiger zou zijn. Maar volgens mij stond er meer dan ooit. Volgens mij. Dus ja, dat is fantastisch. Dat is een mooie steun. En je weet natuurlijk ook hoe ontzettend dit leeft allemaal hier. Dus dit is een. Dit wordt zeer gewaardeerd vanuit ons. Het is mooi om te zien. Ja, of 11 jaar geleden in het Gelredome won jij met NEC. 0-1, Leroy George. Heb jij nog de jongens even wat bijgebracht hoe dat moet? Ja, nu maakte ik hem zelf niet. Maar dat was natuurlijk niet. Ik weet niet hoe lang niet gebeurd. Maar dat zou wel, dat is iets wat je morgen moet evenaren. Je wil morgen gewoon bovenop zitten en winnen. En we hebben er alle vertrouwen in. En die jongens die weten, die jongens die niet eerder hebben meegemaakt, ik denk dat zij wel vandaag dat het wel duidelijk gemaakt is hoe belangrijk deze wedstrijd is. Dus het komt goed. Vorig jaar leek het een beetje paar keer dat ook veel jonge spelers een beetje verstijfd waren van de spanning. Dat kan kloppen, zo leek het in ieder geval. Hoe is dat dit jaar? Is het allemaal iets rustiger nu? Nou ja, er zijn natuurlijk veel van jongens die zijn natuurlijk vanuit de eerste divisie gekomen. Die hebben die wedstrijd nooit gespeeld. En nu zijn ze al een jaar volwassenen en heel veel wedstrijden gespeeld. Dus natuurlijk zou er wel misschien wat extra spanning zijn. Maar dat gooien ze snel genoeg van hun af. En zoals ik zei, ze zijn zo wat volwassenen geworden. Dit was dan weer de NEC-update van deze week. Morgen dus de wedstrijd live ook te volgen bij ons op de radio. Dus kun je er niet bij zijn. Ja, er zijn geen supporters in het stadion. Wil je lekker via de radio luisteren? Het is te beluisteren allemaal. Om 12 uur begint de uitzending. 12:15 live natuurlijk ook op RN7 weer te volgen. Graag tot de volgende update.